staan aangetreden drum- en showband Adest Musica. De Sassenheimse Muziekvereniging is een internationaal geliefd korps. Tal van trips in zowel binnen- als buitenland hebben dan ook al plaatsgevonden, waarvan het Zwitserse Luzern, het Noorse Trondheim, het Noord-Ierse Belfast en verschillende Duitse steden enkele voorbeelden zijn. Dit jaar zullen de muzikanten ook nog afreizen naar het Duitse Iserlohn, in het najaar naar Birmingham in Engeland, en in de winter van 2018 zullen ze deelnemen aan de Glasgow Tattoo in Schotland. Vanmiddag presenteren de muzikanten zich aan u met het programma De Composer. Een show die is gebaseerd op de muziek van een Nederlandse componist die als geen ander zijn stempel heeft gedrukt op de Nederlandse film- en televisiemuziek van de jaren 70 en 80. Zijn naam? Rogier van Otterlo, die in 1980 dirigent werd van het wereldberoemde Metropoolorkest en hij zorgde voor een geheel nieuwe genre aan muziek. Het bekendst werd van Otterlo door de filmmuziek bij de succesvolle Nederlandse speelfilms Turk Spruit, Help de Dokter Verzuipt, Keetje Tippel en natuurlijke filmhit Soldaat van Oranje. Veel te vroeg overleed hij in 1988 op 46-jarige leeftijd, maar zijn muziek komt anno 2017 nog regelmatig voorbij op radio, televisie en toneel. De vereniging wordt geïnstrueerd door de heren Rob Balvoort, Jos Lustberg en Frank Ranzijn. De band staat onder leiding van tangomaître Ronald Krassenburg. Adest Musica eert componist Rogier van Otterlo met deze show. Graag uw aandacht voor De Composer.
Zo dadelijk komen alle muzikanten het Tattoo terrein op. En dan hoort u achtereenvolgens, blijf bij mij hier, het Tattoo signaal door Stefan Krol van het Kamper Trompettenkorps en het Wilhelmus. Wilt u alstublieft bij het Wilhelmus gaan staan? Na het Wilhelmus zal Kelvin Huibers, voorzitter van KTSM, een dankwoord uitspreken. Er is een nazit na afloop van de Tattoo in de tent met feest DJ Matthew. Dames en heren, jongens en meisjes, dank voor uw aandacht. We gaan naar de finale. Thank you.
Ja, dames en heren, vanavond in een dubbel rol. Vanmiddag moet ik zeggen. 23 jaar in de avond, vandaar nu in de middag, dus vandaar de bespreking. 23e editie van Tap Top Tiel, hij zit er bijna op. Ik hoop, en ik ga er eerlijk gezegd een beetje vanuit, dat u allemaal een hele prettige en fantastische middag hebt gehad. En daarvoor wil ik u allemaal als publiek hartelijk bedanken. En ook een heel groot applaus geven aan de korpsen vanavond. Ja, dat vanavond of vanmiddag is allemaal van een pakje fout. Daarom zou ik graag een afvaardiging van alle deelnemende verenigingen even hier voor mij willen om even een kleine attentie uit te reiken. Dus ik wil even allemaal naar voren mag. De korps hebben vanmiddag in een streetparade een hele bijzondere plek in Tiel aangedaan. Het is in de buurt van de Waalkade, in de buurt van het water. En daar maken we eigenlijk al jaren een foto. Die foto wordt altijd digitaal verstrekt aan alle mensen. Alleen, er was een beetje weinig tijd voor. Ze hebben die anders opgelost. We hebben een hele mooie foto die zij 's middags hebben gemaakt. Hebben wij mooi afgedrukt. En wij weten dat deze foto toch voor veel verenigingen nog eens als promotiemateriaal gebruikt kan worden. Dus die willen wij graag even aan de korpsen aanbieden. Dat ga ik dan nu ook even doen. Toch heel even weten hoe oud je bent. 12 jaar, dames en heren. Geef een groot applaus. Dames en heren, wat misschien ook wel heel leuk te vertellen is, de meesten weten dat misschien wel. Binnenkort, meestal in de maand juli, één keer in de vier jaar, is het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Al deze mensen die hier staan, zullen daar deelnemen. En laten we met z'n allen hopen dat ze de grootste en de hoogste punten gaan wegslepen. Er zijn zelfs een aantal mensen die voor de eerste keer zullen gaan. Dus laten we met z'n allen heel veel succes wensen. Ik sluit in ieder geval even af. Nogmaals, hartelijk dank voor uw komst. En het vriendelijk nog dringend verzoek om heel even te blijven zitten, zodat alle korpsen zijn afgemarcheerd. Dank u wel voor uw aandacht en een fijn weekend verder.
zijn eventjes in de pauze bij Kampioen. We hebben heel eventjes een aantal ballen gevonden van DWS uit Katwijk. De jeugdafdeling om precies te zijn. Stel jezelf even voor. Ik ben Robin. Ik ben Leo. Nou, aan de andere kant. Jari. Goed, jongens. Jari opnieuw. Waarom moet Jari opnieuw? Want Jari bij de rest staan. Nou, Jari moet opnieuw, want die staat buiten beeld, Jari. Jari. Staat buiten beeld. Jari. Staat buiten beeld. Nee, hij is goed. Hey, deze man is de belangrijkste man van het hele stel. En hij heeft zo'n mooie band om. En dan is hij drum major Ruud, zeg ik het goed? Tambourmaat. Wil ik het netjes zeggen, zegt hij weer drum, zegt hij weer tambourmaat. Je bent een drummeetje. Ik ben een tambourmaat. Oké, hij is een tambourmaat. Maakt het uit. Ruud, ik vond het weer een ja, showtje om u tegen te zeggen. Dat was goed. Is dit de show waar jullie op mijn de WMC gaan? Nee, maar ik heb het niet. Daar lopen jullie niet. Daar hoeven jullie alleen maar. Gaan we even naar de andere kant? Ja, natuurlijk, want we moeten natuurlijk ook wel eens even weten. Heren, hoe is het bij zo'n drumband? Leuk. Wat voor instrument speel jij? Trompet. Tromp en pet. Ja. Ook een tromp en pet. Ja. Dat wil nog wel, wat zeggen tromp en pet? Nou, Jari, trompet? Nee. Wat wel? Bariton. Bariton. Hij speelt de bas. Hé hey jongens, nou zit je bij een drummer. Wordt daar niet heel raar tegen aangekeken? Nee. Waarom niet? Ja, ze gaan je wel uitlachen. Waarom uitlachen? Ik niet. Nou, ja, waarom zouden ze je uitlachen, Ru? Waarom zouden ze je uitlachen? Dat is hem niet nodig. Nee, want het is hartstikke puntgaaf waar je hier zit. Dacht ik ook. Hoe lang oefenen jullie? 3 keer in de week. Dames en heren, luister even mee. 3 keer in de week. En hoe lang? Ligt eraan. Langer, Ruud? Ook wel eens langer? Dan een uur? Nou sta, nou sta jij zo voor die jongens en ze doen precies wat jij zegt. Omkant. Heb je ze zo gedrild? Gewoon, ze doen gewoon wat jij zegt. Ze moeten luisteren. Als ik nu zeg tegen jou, dan zeg dat ze moeten stoppen. Nu niet. Oké, dan stoppen ze niet. Nou, dan zeg ik dat wij nu stoppen. Beste mensen, dat waren de jongens van DDS uit Katwijk. We hebben een lekker visie trouwens. En die gaan we ook eens pakken. Toch? Even napraten met de voorzitter van eigenlijk dit mooie evenement. Kelvin Hartjes. Kelvin, mooi weer. Dat is één. Maar ik vind het wel een show, man. Dankjewel. We doen wat elk jaar onze best voor vandaag een mooie programma neer te zetten. Volgens mij is het ook dit jaar even. Ja. Je hebt topkwaadjes gehaald uit de bovenste divisies van het wereldmuziekconcours. Ja, dat klopt. Binnen kracht editie 1 hebben wij gezegd, als we dit doen, dan doen we het goed. Dat doen met corruptie die gewoon van heel veel hoger is. Dus dat doen dat eigenlijk al 3 jaar niet meer voor. Nog steeds gaat dat super goed. Ik ben echt trots op. Je bent van de avond naar de middag. Klopt. Waarom? Ja, het is eigenlijk met name toch met financiële. Op het moment dat je in de avond zit, heb je heel veel met verlichting werken. En dan ben je gewoon 30.000 euro voor het geld wat op dit moment eventjes niet beschikbaar is. En dus moeten we keuzes maken. Daarbij komt ook dat we nu al gemerkt hebben dat er gewoon meer mensen aandacht op het evenement hebben. Op het moment dat ze al in de binnenstad zijn. Dus zeg maar dat je wel eens pakken met het leuke evenement. Het was gezellig druk van jullie in de binnenstad. Dat klopt. Ondanks dat we eigenlijk best wel vol begonnen. Ja. Het was super super sfeer. We hadden het begonnen waar de zitten waren plaatsvonden. Volgens mij echt een slagenmiddag. Dames en heren, ik kan alleen maar zeggen als u al de voorzitter hoort praten, dan is het logisch dat dit wat er komt. Ping ping geld. En beste mensen uit Tiel en wijde omgeving, strijk eens over je hart heen.
En help eens eventjes een handje mee dat we nog zeker 2 jaar mee kunnen. Want met de 5e dienst wil ik hier ook staan. Laten we die afspraak proberen te maken met z'n allen. Heel goed. Gaan we dat doen. Kelvin, heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Heel hartelijk dank voor het feit dat u ons hier de moed heeft gegeven om de beelden te maken. Beelden die u natuurlijk uiteraard terugziet bij de Vrije Media Groep. En nogmaals, ik wens u heel veel plezier vanavond op de Hazelpark. Dankjewel. En graag tot volgende keer. Heel goed, dankjewel.